Heb je nieuwe kapper? Nee, hoezo? Nou, hallo. Ja, ziet er anders uit. Nee. Even geleden. Ja, wel een ander modelletje. Oh, sorry. Ja, leuk. Ja? Nou, iets langer. Dat is goed voor in de zomer. Kampen. In de buurt van Kampen. Het hemelsbreed, het middelpunt tussen Amsterdam-Noord en Bachkenpas-Zuid. Ik zat in de auto en ik bedacht, 2 maanden geleden ging ik verhuizen. Toen kwam jij. Dus het is 2 maanden geleden dat we elkaar gezien hebben. Ja, dat voor beste vrienden? Voor beste vrienden, graag. Niet okay. De frequentie die ik graag zou willen zien. Nee, en daarbij is een weiland in Kampen, als in het middelpunt, is het ook niet. Volgende keer kom ik toch gewoon wel bij jou. Zal ik een keer bij jou komen? Oh, dat is ook heel leuk. Heb je vriendin nog nooit gezien? Nee, dat is ook ongeveer 2 maanden mee. Oh god. Onze vriendschap rolt achteruit. Ja, tijd om er iets aan te gaan doen. Heel goed. Dit is Jasper, ook wel Jabe of Jaapie genoemd. Jabe, jou. En ik ben Stijn. Wij zijn neven, collega's. Liepen 8 jaar lang samen naar de basisschool en weer terug. En teamgenoten zitten in 24 gemeenschappelijke groepschats. De Chill App is wel mijn favoriet. Delen dezelfde kledingstijl, gaan graag samen op vakantie. Geniet de mannetje. Maar we zijn bovenal al 26 jaar lang beste vrienden. Yo, kom ook al. Tenminste, dat denken we. 3 jaar geleden is Jasper naar Amsterdam verhuisd. Zie je in Amsterdam, pik! En sindsdien moet ik het vooral doen met veel te fancy stories uit de hoofdstad. Ja, maar jij houdt opeens van honden en je noemt mij opeens je maat. Moet jij nodig zeggen, homie. In Verre Vrienden onderzoeken we of beste vriendschap 200 kilometer afstand houdbaar is. En hoe onze woonplaats ons leven beïnvloedt. Ik als nieuwe Randstedeling probeer namelijk dit hele intro met mijn kakte R te ontwijken. Maar dat gaat je prima af hoor. Dankjewel. We vertellen ons eerlijke verhaal en die van leeftijdsgenoten in Drenthe. En ver, heel te ver als je het mij vraagt, verder buiten. Dit is Verre Vrienden. Hey, aanvoerder. Dus je zit in een Amsterdams parking lot. Ja, dit is gewoon mijn gebouw. Oh, mijn gebouw. Fancy, mensen. Hoe is het at de BNN Vara's? Goed. Nu 2 weken vakantie om een nieuw project te gaan beginnen samen met jou. Ja, voor mijn werkgever RTV Drenthe. Dat is dan wel weer leuk. Ja, dat is ook leuk. Ik hoor een autodeur. Ben je dan op weg hier naartoe zometeen, want we hebben een afspraak bij Joost. Nee, ik heb een zikke huurwaggy gepakt en dan ben ik over 2 uur bij jou, om precies te zijn. Heb je geplast? Want normaal begint het een beetje te wiebelen. 2 uur en 10 minuten, dan ben ik bij jou. Bij Joost, in Emmen. Oh ja, bij Joost, sorry. Oké, tot zo. Tot zo. Love you. Doei. Het is wel echt een vredige avond in Drenthe. Ja, het is een mooie... Waar ik dan weer waarde aan hecht. Voor zomeravond. Maar jij als... Ik geef hier niet om. Stedeling, we gaan op bezoek bij onze voormalig gedeelde beste vriend. Ja. Joost. Zeker. Vroeger waren we de 3 musketeers. Joost kent ons vanaf onze 1e tot ons 27e. Maar we gaan nu naar zijn huis. En dat is dan wel weer opvallend, want ik als... Jij woont hier. Drentenaar. 10 minuutjes vandaan, een kwartiertje. Ja. En ik ben daar nog nooit geweest. En jij als Randstedeling... Ik ben hier 2 keer geweest al. Verdomme. Maar ja, hoe kan het nou dat jij... Nog nooit in Joost's huis bent geweest. Ja, dat zegt denk ik heel veel over mij als vriend. Maar goed, ik heb dit dan wel weer betaald. Dat is ook fijn. Kosten van RTV Drenthe. Ik ga het gewoon declareren hoor, die man. Josie. Heb je zijn nieuwe haircut al gezien? Ja, zeker. Minder circus. Ja, Joost moet open doen voor het shot. Godverdomme, Joost. Domme. Ja? Hey, gedeelde beste vriend. Hallo. Is dit too much of niet? Nee, ja, leuk. Leuk showtje opeens. Ja, we hebben van alles mee. The flowers wither and the clouds grow bigger. Up in the garden alone, I'm freezing, but it's fine. Beste vriend. Ja. Vertel eens, wat betekenden we vroeger voor jou? Volgens mij ging ik na school elke dag wel naar Jasper met jou. Of ergens anders heen met jou. En dan gingen we filmpjes maken. Dus jullie waren mijn grootste vorm van vermaak na schooltijd. Zag je aankomen dat Jasper degene was die de stap durfde te maken om de provincie te verlaten. Om in een vreemde omgeving
beter te worden in zijn werk, meer kansen te krijgen? Nee, ik denk niet dat ik dat ooit zag aankomen voordat het gebeurde. Nee. Zal ik rechtop zitten? Zo? Is het licht een beetje oké hier? Hoor je mij nog of niet? Mijn oom Ernest is jarig, jongens. Feliciteren. Nou, gefeliciteerd. Ben je vrienden verloren doordat je bent verhuisd? Ik denk mede doordat ik ben verhuisd. Ik denk dat ik de meeste ook niet per se had blijven zien als ik in Zwolle was gaan wonen. Ja, ik ben zeker wel vrienden uit Drenthe verloren. Maar ik wil niet zeggen of het verloren noem. Het voelt niet echt als verlies, misschien moet ik het zo maar zeggen. Vriendschappen komen en gaan en soms raak je elkaar gewoon uit het oog omdat je andere dingen gaat doen. Ik denk niet zozeer dat ik anders ben gaan kijken naar vriendschap. Want juist de reden dat ik überhaupt niet weg ben gegaan naar het Westen was omdat me die vrienden, dat die mij zoveel waard waren. Ja, ik denk dat je wel meer gaat beseffen hoe belangrijk je omgeving, je vrienden, familie om je heen zijn. De blik die ik nu heb is gewoon dat het heel fijn is dat ik het kringetje dat ik nu heb heel erg fijn vind. En dat ik voorlopig geen nieuwe hoef. Waren we anders voor je? Hadden we een andere betekenis? Of was het gewoon Joost, Jasper en Stijn? Nee, ik denk niet een andere betekenis of zo. Ik zag jullie toen gewoon als mijn beste vrienden en nu nog steeds. Ja, want de werkelijkheid nu is dat Jasper hier nu niet meer dichtbij woont. Ja, verandert dat dan de verhoudingen? Ja, ja, ik zie Jasper wel minder, maar de momenten dat Jasper er dan is, dan is het wel extra leuk. Je verhuizing en het feit dat je nu hier woont, heeft dat effect gehad? En welk effect heeft dat op de vrienden die je nog wel hebt terug in Drenthe? Dat ik toch merk dat die vrienden, nu ik verhuisd ben, soms ergens anders in hun leven staan dan dat ik met hun stond terwijl ik daar nog woonde. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus als ik daar nu terugkom, dan merk ik dat ze... Oh ja, ze hebben ook een heel leven natuurlijk nog gewoon opgebouwd terwijl ik weg was. En die afstand voel je dan heel soms even. Maar eigenlijk voelt het verder heel erg oud vertrouwd als ik weer bij hun ben, als ik weer met hun ben, een weekendje weg ga of iets. Ik heb soms wel het gevoel als ik bij jullie ben, dat ik snap niet alle grapjes meer altijd. Nee. Ik snap niet alle inside jokes, die mis ik een beetje. Dus ik vraag me af, is het begin van het einde dat ik langzaam steeds meer ontkoppel van jullie of zo? Ja, ontkom je denk ik niet aan... Stijn maakt me heel vaak belachelijk met dat ik nu af en toe R zeg. Wie wil nog een biertje? Ik heb het nooit zo gezegd. Maar soms denk ik, verandert, je past je aan je omgeving of zo. Vind je dat zelf lastig? Wel dat ik er bang voor ben. Ik ben soms wel bewust bezig met dat ik denk, ik moet niet Amsterdams worden of zo. Ik wil wel mezelf blijven. Het is wel een ding of zo, waar dus mensen wel over nadenken. Dat gebeurt bij ons allemaal. Je kunt het ook zo zien, Jasper. Iedereen wordt in de zeik genomen, dus dat is ook een manier waarop je bij de groep hoort. Ja, nee, dat is zeker waar. Dus ik vind het ook helemaal niet erg. Maar ik ben wel bang. Erg. Oké, even in Jaspers defense. Hij kon nooit de R zeggen. Nice. Dus je ziet ons ook nog wel... Als in ieder geval, je ziet mij nog wel als goede vriend. Ja, zeker. En we zullen ook wel de hele leven vrienden blijven. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zou het wel echt heel erg jammer vinden als ik deze vriendschap verlies. Ja. Oh. Hey. Hiro Biete. Beste vriend. Fijn dat je er weer bent. Ja. In je geboorteprovincie. Drenthe. Drenthe, ja. Ja, hallo. In koppertje. In een koppertje. Om je toch weer een beetje verliefd te laten worden op Drenthe en misschien wel weer hier te laten komen, zodat onze beste vriendschap nog beter vlooit. Ja. Zeker. Activiteit, vriendenactiviteitje. Leuk. Sloepje gehuurd. Sloepje. Ja. En dan gaan we nog eventjes de Drentse Veenvaart op. Och, de Drentse Veenvaart. Leuk. Classic. Goed, hè? Wel leuk. De boot gaat langzaam weg. Hop, oh, nee. Hij gaat echt weg. Weet je wat? Oh, nu allemaal even hergezicht. Goh, wat een heerlijk weertje. Wat een weertje. Ik denk dat onze camera kapot is, maar het is goed dat dit de laatste scène is die we opnemen. Heb je een opener? Nee. Maar ik heb jou onlangs iets zien doen met een afwasborstel, dus ik denk, jij kan dit wel. Ja. Het is oprecht leuk, toch? Als in, ik heb, dit is wel een andere manier. Dit,
hier zijn we opgegroeid in deze omgeving. Ja. Maar als je opeens op het water zit, dan is het opeens heel anders. Ja. Het is wel echt leuk, toch, dit? Ja. Ja, je kunt niet ontkennen dat het niet mooi is. Het is alleen de vraag, wil je altijd in dit leven of wil je hier een dagje naartoe? Hey Jordi. Goeiedag. Hilversum. Ja. Je woonplaats, hoe lang al? Nou, een jaartje of 7 of zo, denk ik. Wauw, dat is lang. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Emmen. Je bent radio-dj bij Q Music. Klopt. Werkt dat het best om dan hier te wonen voor je? Ik vind echt deze omgeving heerlijk. Kijk, het Mediapark waar we nu staan, kom ik stiekem nooit. Dus dit zie ik eigenlijk bijna nooit. En hieromheen heb je veel natuur. Dus de grap is dat het me eigenlijk ook best wel veel doet denken aan Emmen en aan Drenthe waar ik vandaan kom. En eigenlijk alles wat ik wil doen qua werk, dat zit hier. Dus ja, dan is de optelsom snel gemaakt. En de optelsom is dan, ik moet hier wonen om te slagen, om te doen wat ik heel graag doe voor werk. Ik vind het voor mezelf gewoon heel fijn om hier te wonen. En ja, ik zou nooit anderhalf uur heen en anderhalf uur terug iedere dag heen en weer kunnen reizen. Want dan zou ik gek worden. Wat laat je achter dan, voor je gevoel? Nou, wel een grote vriendengroep. Heel veel dingen die zij meemaken of stappen die zij in hun leven maken, die krijg ik natuurlijk niet echt mee. Want ik leef hier in mijn eigen bubbel, in mijn eigen vriendengroep. Ja, hoe naar vind je dat? Nou, vind ik soms wel jammer. Ik ben er niet heel erg mee bezig. Ik heb het best wel snel van me afgezet ook weer. Maar toch, als ik dan terugga, dan voelt het weer heel goed. Maar dan ook wel weer, dan merk ik ook, oh ja, ja, zij zijn eigenlijk wel daar, zeg maar. Je grapjes of uitspraken die je dan, nou weet ik veel, 6-7 jaar geleden deed toen je daar nog woonde. Ja. En die ik dan nu soms in zo'n weekend maak. Dan merk je al die grapjes en zo, die maken zij al niet meer, weet je wel. Ze hebben alweer andere grapjes in de groep of zo, weet je wel dat. Ik kan hier mijn werk doen en het is dichtbij. Dat is een heel groot voordeel natuurlijk. Maar ik heb hier wel mijn plekje van gemaakt of zo. Stijn? Ja? Heb jij ooit getwijfeld om te verhuizen? Ja, tuurlijk. Want de carrièrekansen zijn daar groot. En ik heb er ook wel gesolliciteerd. Alleen dan zit je daar toch met een dubbel gevoel. Dan denk je, wat als ik het word? Ga ik dan verhuizen? Moet ik dan weg? Moet ik dan mijn vriendengroep hier achterlaten? Spijt? Nu niet. Nee, zeker niet. Ooit gehad? Nee. Ik zou wel graag een keer willen zien hoe mijn leven eruit zou zien als ik wel bijvoorbeeld een baan had gehad daar, die dan misschien nog toffer was dan de dingen die ik nu doe. Maar hoe gelukkig ik dan zou zijn. Heb je het gevoel dat je minder carrièrekansen had gehad als je niet was gaan verhuizen? Ik denk het wel tot op zekere hoogte. Ik denk dat het vooral allemaal iets makkelijker was daardoor. Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar ik denk dat het wel in sommige op vlakte wel makkelijker heeft gemaakt. Vind je het dan niet vervelend dat vriendschap dan soms oppervlakkig blijft, omdat je veel meer vriendschappen hebt? Nou, het is niet dat alle vrienden in Amsterdam opeens oppervlakkig zijn. Ik vind ook dat juist vriendschappen hier in Drenthe, misschien ondanks dat ik me hier heel thuis voel, maar als je juist weggaat, kom je er ook wel achter dat andere vriendschappen misschien ook meer oppervlakkiger zijn. Ik vind het dan wel weer fijn. Ik ben natuurlijk hier gebleven. Dat je mensen ziet ontwikkelen, ziet groeien. Dat je hun leven ziet inrichten. Doordat je mensen al in de basis heel goed kent, kun je dan de diepgang in. Dat vind ik wel fijn. Ja. Amen. Nu ben je gelovig gepraat. Doe je pet dan eens. Hey. Neem een chaps op. Ik had geen tijd voor me. Toen ik begon bij 3FM had ik heel vaak een soort van paniekaanvallen, omdat ik dacht dat het niet anders kon. Omdat ik echt dacht dat ik moet naar het westen verhuizen. En ik werd daar heel, ja, heel benauwd van en heel paniekerig van. Want ik wilde dat eigenlijk helemaal niet.